En terug bij de livestream. En inmiddels heeft de vorige spreker plaatsgemaakt voor Thijs Hazeleger. Wat heb je op je schoot eigenlijk? Ja, dat is, ja. Het is geen... Wat is dat? Het is een eufonium. Een eufonium? Ja, ja. Ja. Wat is dat een tuba-achtige? Ja, het is een tenortuba eigenlijk. Dus je hebt de grote tuba, die is heel bekend. De bastuba. En dit is een tenor. Een iets kleinere variant van een mooi blaas. Hij is nou veel handzamer dan zo'n enorm precies. Ding. Ja, 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 ja. Hij kan op mijn rug. Hij kan op je rug, ja. En jij zit hier omdat jij bestuurslid bent van een fanfare in Utrecht. Artistiek leider, ja. Neem me niet kwalijk, artistiek leider. En vooral omdat jij de enige fanfarecoach bent in Nederland. Wat is in godsnaam een fanfarecoach? Ja, nou, ik ben de enige omdat ik het zelf bedacht heb. Je bestaat eigenlijk niet. Ik besta sinds kort als fanfarecoach. Okay. En een paar jaar ben ik daarmee bezig. Ik begeleid muziekverenigingen in het beantwoorden van vragen over hun toekomst. En dus die coach ik, die muziekverenigingen, om te kijken hoe ze kunnen blijven bestaan. Het gaat veel over toekomstbestendigheid eigenlijk. Jij hebt een beroep dat is gecreëerd door corona. Nou, eigenlijk door mijn eigen ervaringen binnen mijn vereniging, die bijna ter ziele was. Ja. En waar we toen onderzocht hebben hoe we een nieuwe versie van onszelf konden creëren. Maar corona is natuurlijk wel een periode waarin alles stil ligt en waarin je jezelf opnieuw moet uitvinden bijna. Ja. Ik merk wel dat verenigingen, ook die van mij, het is wel enorm lastig om stil te liggen. Want elke dinsdagavond of een andere avond van de week maak je samen muziek. En als dat wegvalt, valt de kern eigenlijk van wat je samen doet, valt weg. Ja. En je hebt nog wel contact en je hebt ook wel reflectie, denk ik, over, of tenminste dat merk ik ook bij andere verenigingen, over hoe gaan we verder. Maar zolang je nog niet mag blazen. En waarom hebben fanfares het zo, of muziekverenigingen in het algemeen, het zo moeilijk? Want op zichzelf zijn dat niet hele grote groepen, toch? Ik bedoel, zitten wel met meer dan 50 man in een repetitielokaal. Oh ja, en dat kan dus niet. Je zou eventueel nog wel als fanfare door de straten kunnen lopen, of dat ook niet? Ja, er zijn best wel veel fanfares die zittende orkesten zijn geworden, zoals wij. En dus we komen nog wel buiten, maar dat lopende muziek maken, daar zijn veel verenigingen niet meer actief mee in. Waarom die vorm. Niet? Het is ooit wel begonnen op straat, zo lopend, vanuit de militaire traditie. Dat is ook het beeld dat veel mensen hebben van de fanfare. Ja. En dat is ook hartstikke leuk, maar er zijn eigenlijk een aantal verenigingen zijn daarop gespecialiseerd. Het zijn marching bands. En die doen dat dan echt als kernactiviteit. En dan moet je ook goed oefenen om te kunnen spelen en lopen tegelijkertijd. Maar begrijp ik nou dat het een soort van ouderwets fenomeen is? Want vroeger, als er iets feestelijks was, waren er minstens één of twee fanfares in beeld. Ja. Ja. Dat is niet meer zo. Ja, er zijn nog steeds heel veel fanfares. Alleen in die traditionele vorm van dat lopen, dat is één variant nu. Dus er zijn ook veel... En dat is namelijk moeilijker dan zitten? Nou, nee, het is een andere discipline. Dus je moet door je instrument blazen en je ademhaling goed op controle houden. En een beetje opletten dat je niet... Dat je niet over een stoepje valt. Dat je vooral niet over een maar stoepje. De fanfare is ook een bezetting. Dus het is een vorm van muziek maken. Je hebt een harmonieorkest, een fanfare, een brassband. Dus het is ook een bepaalde samenstelling van de instrumenten. Oh ja, maar net zei je fanfares en muziekverenigingen. Dat zijn dus twee verschillende dingen eigenlijk. Een fanfare is een vorm van een muziekvereniging. Ja. En hoe onderscheidt dan een fanfare zich van een harmonieorkest? In een harmonieorkest zitten veel houtblazen. Dus klarinetten en dergelijke. En die hebben wij niet. De enige houtblazers die wij hebben in de fanfare hebben zijn saxofoons. En de rest is koper, koperen blaasinstrumenten en slagwerk. Ja, dus... en slagwerk. Van die trommels. En nu jullie dat dus niet meer in praktijk kunnen brengen en jij moet nadenken met andere verenigingen over de toekomst. Waar denk je dan aan? Want dat zal voorlopig zo blijven dat je het niet in praktijk kunt brengen. Ja, nou, we hebben vorige week wel hoopvolle berichten gekregen dat we weer bij elkaar kunnen komen. De protocollen daarvoor worden volgende week bekend. Ik wou net zeggen, want je hebt het over blazers, maar dan hoor ik net dat blazen niet mag.
Nou, het is heel onrustig geweest in onze sector, omdat er tegenstrijdige berichten over waren. Het mocht oorspronkelijk wel van de overheid, maar dat is op dezelfde dag teruggedraaid, omdat er onderzoek is naar de aerosolen die verspreid luchtdruppeltjes. Dat zijn de natte deeltjes. Ja. Want wat zie je bijvoorbeeld in een orkest altijd? Zie je altijd die, juist ook de koper en blazers, die zie je dan hun horenspelers zie je altijd hun... Ja, dat is condens. Dat zit hier ook een dingetje hieronder. Ja, hun instrumenten leeg gieten. Ja. En daarom ga ik ook niet spelen. En dat is mijn statement voor vandaag. Omdat ik solidair wil zijn met al die blazers die nu niet met elkaar kunnen spelen, kunnen blazen. En ik hoop dat dat snel weer kan. Maar het zal inderdaad lastig zijn om dat weer in de oorspronkelijke bezetting te doen als je met z'n 50 gewend bent om te spelen. Dus het zal misschien eerder in kleinere groepjes gebeuren om weer op te starten. En ik hoop dat dat snel weer kan. Ja, eventjes over die solidariteit. Ja. Ik begrijp dat. Ja. Maar muziek heeft ook een andere functie. En dat is bijvoorbeeld troost in moeilijke tijden. Ja. Ja. En hier kan het wel. Hier is enorm veel. We zijn niet in de buurt. Als je daar gaat staan, al helemaal niet. Er is niemand die je ermee kunt besmetten. En als ik je nou vertel dat je de meiden ontzettend mee zou troosten. En dat bedoel ik niet als trucje. Maar gewoon dat het wel door kan gaan. Om te laten zien dat het wel en hoe belangrijk het is. Zou je het dan toch niet willen doen? Nou je solidariteit hebt uitgesproken. En waar we ook in geloven. En tegelijkertijd nu er wordt gepraat over hoe belangrijk het is dat juist iedereen weer bij elkaar kan komen en onder welke voorwaarden. En een van die voorwaarden zal zijn afstand. Zou je dan toch niet willen spelen voor ons, voor mij? Nou, ik vind het heel mooi dat je het vraagt. En ik zou best zo meteen één toon willen blazen voor je, een mooie toon. Nee, ik wil heel graag. Weet je wat het is, Clary? Mijn plezier in muziek maken ontstaat met mijn medespelers. Ja. Dus ik haal ontzettend veel plezier uit die dinsdagavond waarin wij samen in dat repetitielokaal zitten. En dan hebben we muziek die we voorbereiden met onze dirigent. En ik ben dus geen professionele muzikant. Ik ben wel fanfarecoach en daarin wel professional. Maar als amateur muzikant is dat waar ik voldoening uit haal. En dan kan ik ook mijn hart laten spreken in de muziek. Dat begrijp ik ook. Maar je moet ook thuis... Ik doe nog één poging. Dan laat ik me rust. Maar je moet ook thuis moet je gewoon repeteren. En ik kan me ook nog voorstellen dat het niet alleen maar het samenspelen is, maar ook nog publiek. Hier heb je wel publiek. En ik zou toch zo fantastisch vinden als je iets heel kort zou willen spelen. Alsjeblieft. Je zet me voor het blok. Een kleine toon voor Clary Polak. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Thijs Hazeleger, ik hoop dat ik ooit in de staat zal zijn om jou met je fanfare eventueel toch nog een keer te beluisteren. En op niet al te lange termijn. Je gaat direct ook nog een handtekening zetten. Ja. Hoeveel mensen vertegenwoordig je daarbij? Ja, ik denk dat ze al zijn meegerekend. Het zijn die 6,4 miljoen amateurs. Maar al die blazers die zijn allemaal onderdeel van groepen die hier al geweest zijn. Ja, want ik moet daar één ding bij zeggen. Gisteren hebben we al namens de blazers 100.000 handtekeningen. Dus die gaan we nog een keer dubbel tellen, want dat zou niet eerlijk zijn. Zal ik dan als enige fanfarecoach van Nederland namens mezelf spreken? Heel graag. Okay. Dank je wel. En dank dat je toch die twee tonen... Het waren twee. ...te willen produceren. Ja. Thijs Hazeleger, dank je wel. Graag gedaan. Moet ik nog je aantekenen? Te weinig. Er wordt...